Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Ali Althoff en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Menno Lijstra voorgaat. De dienst wordt opgenomen op beeld en geluid waarbij alleen de personen op het koor zichtbaar zijn. Een welkom aan de kijkers en de luisteraars van de website en cd. In het bijzonder mevrouw Dini Massink, fijn dat u thuis met ons verbonden bent. De organist is Tus de Mik, leden van onze kantorij, zingen in de dienst. U kunt ingetogen meezingen. De lector is Ali Reewinkel en de koster is Jannie Wiegers. Overleden, wij willen u vanmorgen bekendmaken dat op 13 december 2021 is overleden ons gemeentelid mevrouw Johanna Derkje Achterkamp Lievestro in de leeftijd van 78 jaar. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen haar familie veel sterkte toe en Gods nabijheid in deze dagen. Gouden huwelijksjubileum. Op 23 december zijn de heer en mevrouw Dick en Truus Groenewoud van Essen 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren het gouden bruidspaar van harte en wensen hen een gezellige dag toe en Gods zegen op hun verdere weg samen. We verlaten de kerk via de voorkant. Daar kunt u de voorgangen groeten. Ook kunt u uw gaven geven in de plastic bakjes voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. Kerkdiensten. In verband met de gisteravond door de regering aangekondigde lockdown verwijzen wij u voor de laatste nieuws over de diensten naar onze website. Hebt u geen computer, belt u dan naar een kerkenraadslid voor informatie. U kunt na de dienst nieuwjaarsrolletjes en kerststukken kopen bij de uitgangen. De opbrengst hiervan is voor het anker. De kerkenraad bedankt de groep kerstversiering voor het feestelijk versieren van de kerk en de groep die elke week zorgt dat alle kerkdiensten worden opgenomen. Oliebollen bestellen. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid om oliebollen te bestellen. U kunt daarvoor het gele formulier gebruiken die u ontvangen heeft. De gegevens en het formulier staan ook in kerkzijn. Tijdens het aansteken van de kaarsen willen we mevrouw Annie Achterkamp gedenken. Daarna zingt de zanggroep lied 961, Niemand leeft voor zichzelf. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij steken vanmorgen ook 4 adventskaarsen aan. Woorden bij de adventskaars, dit leest een kind voor. Nu mag het vierde kaarsje aan. 4 lichtjes laten horen, nog een paar nachtjes slapen, dan wordt het kind geboren. Goed zo. Moet jij die kaars aansteken? Wij wensen elkaar een goede dienst toe. Ik wil u vragen te gaan staan.
Wat fijn om kinderen en oudere mensen voor me te zien. Wat heerlijk om zo gemeenteleden te zien. Ik heb afgelopen twee jaar, een paar keer een dienst moeten houden. Online was dat dan. En dan moest je voor een lege kerk preken. Ik vond het een ramp. Je bent zo gewend om mensen voor je te zien. Fijn dat u er bent. We zingen met elkaar Psalm 19, vers 1 en vers 2. Zullen we een moment stil worden? En ook vanmorgen mogen we die grote woorden uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Bidden wij een gebed om ontferming. En dat sluiten we af met: Heer, ontferm u, Christus, ontferm u. En dan zegt u: Heer, ontferm u over ons. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, bij velen van ons klinken de woorden van de persconferentie nog na. Een volledige lockdown. Winkels dicht, sportscholen dicht, theaters dicht, scholen dicht en ga zo maar door. Bijna alles dicht.
We proberen het te begrijpen, te bevatten. Maar we bidden tot u voor mensen die er moedeloos van worden. Omdat ze een zaak hebben en bijna geen klanten meer zien. Omdat ze alleen thuis zitten en mensen bang zijn om hen op te zoeken. Omdat je jong bent en een feestje weer wordt afgeraden. Omdat je trouwplannen had, maar weer moet schuiven met de datum. Omdat. Voor al die moedeloze mensen bidden wij. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. In de weken van Advent, zo naar kerst toe, zingen we geen Gloria-lied na dit gebed. Geen lied dat God de eer toezingt. Maar het volgende lied past wel helemaal bij de kleur van deze zondag. Het is zondag Rorate Coeli. Naar een tekst uit Jesaja 45, vers 8. Hemel, laat gerechtigheid neerstromen. Laat haar neerstromen uit de wolken. En laat de aarde zich openen. Daar gaat dat lied over. Lied 437, vers 1, 2 en 3. Ik bid graag met u een gebed om het licht van de Heilige Geest. En ik bid een gebed van dominee Kelling. Dat was onze predikant toen we in Dieren woonden. Hij heeft een paar prachtige boeken over liturgie geschreven. Onder andere met gebeden. Laten we bidden. Warmhartige God, leer ons lezen in uw woord en in uw hart. Leer ons luisteren naar uw stem en naar uw liefde. Leer ons gehoor geven aan uw wil en aan uzelf. Zoals u bij ons kwam in Jezus, uw Zoon, onze Heer, die met u en de Heilige Geest geloofd zijt en geprezen in eeuwigheid. Amen. Aandacht voor de kinderen. Je mag naar voren komen. Oh, dit kan natuurlijk los. Tenminste. Moet ik mijn blaadjes meenemen, want anders weet ik niet wat ik zeg. Weten jullie nog waar ik zo net voor gebeden heb? Moeilijke vraag, hè? Nou, voor mensen die moedeloos zijn.
Dat is, en dat vind ik zo mooi in de kerk, daar bidden we voor mensen die het moeilijk hebben, maar we zijn ook dankbaar met mensen die blije dingen beleven. En ik zat te denken, zijn jullie wel eens blij? Niemand? Jawel, allemaal hè? En zijn jullie wel eens verdrietig? Ja, ook. Ja, dat hoort bij elkaar. Nou nee, het hoort niet bij elkaar. Maar je hebt het allebei. Je bent wel eens verdrietig en je bent wel eens blij. Ik moet altijd lachen als ik onze kleinzoon hoor. Die is 2 jaar en dan zegt hij, hiddedrietig. Die kent dat woord verdrietig nog niet. Hiddedrietig. Maar zo klein als je bent, kun je al een beetje verdriet hebben. Maar kun je ook blij zijn. En ik vind dat prachtig dat we daar in de kerk aan die beide kanten van mensen aandacht schenken. We noemen in de kerk de dingen die heel mooi zijn, maar we noemen ook de dingen die niet zo mooi zijn. Dat vinden we belangrijk. En zo bidden we voor mensen die verdrietig zijn en bidden we voor mensen die dankbaar zijn. En als jullie terugkomen, dan gaan we dat ook weer doen. Want er is iemand overleden, een mevrouw Achterkamp, daarom werd er een hartje naar die kant gebracht, hè, om te laten zien dat we aan die mevrouw denken die is overleden en dat we denken aan de familie. Maar we zijn ook blij met een familie die 50 jaar getrouwd is. Nou, daar zijn we ook blij mee. Dus daar danken we dan voor in de kerk. We zijn verdrietig en we zijn blij met de mensen die bij ons horen en die bij God horen. Met alle mensen. Want verdriet en vrolijkheid, dat hoort bij een mensenleven. Jullie gaan het met elkaar hebben over het Adventsproject. En misschien horen we nog wel wat als jullie terugkomen. Heb het goed daar. Nemen jullie het lichtje mee? Wat goed trouwens dat jullie dat zo deden. Zo, een van jullie die zomaar even een gedicht voorlas. En de ander die een kaars aanstak. En deze kaars. Mooi dat jullie zo meedoen. Heb het heel goed in de kinderkerk, hè? Ja. Wacht even. Ik ga veel te snel. Want ik had een liedje uitgekozen. Dat wordt ook bij de musical wordt dat gezongen. De kinderen van de musical, die oefenen dat lied. En ik dacht, nou vind ik nou leuk om dat nu ook met elkaar te zingen. Dat is het lied voor u in de gemeente, lied 8b, vers 1, 2, 3, 4 en 5. Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan. Sterren ontelbaar overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Zingen jullie mee als je het kent? En anders moet je maar goed luisteren naar wat de mensen zingen. Is goed.
Wel verstandig dat de kinderen alvast naar het anker gingen, want mijn preek is niet heel lang. Ik kwam met een dikke koffer binnen en toen zei iemand, oh, dat wordt een lange preek. Nou, dat valt wel mee. Dus het is goed dat de kinderen al onderweg zijn, want anders zouden ze wel heel weinig tijd hebben. Onze eerste lezing zal Ali vanmorgen met ons lezen over die liefdevolle God. Ik kan ze gauw niet vinden. Heel herkenbaar. Ik heb dat ook altijd. Als ik hier sta en ik moet het opzoeken, denk ik, oh, ik heb ze vroeger allemaal uit mijn hoofd geleerd. En ik kan het nog opzeggen. Sorry? Ik kan het hele rijtje ja, nog precies. Opzeggen. Ja, precies. Ja. Oh, en dan weet ik het nu ook niet. Ze zit hier. Kijk eens. Oh, kijk ze laat. Dankjewel. Nou. Micha 7, vers 18 tot en met 20. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. Zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Tot zover deze lezing. We zingen.
tweede lezing is uit het boek Matthäus, Matthäus 1, vers 16 tot en met 25. Matthäus 1, vers 16 tot 25. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot aan de Babylonische ballingschap 14 generaties. En vanaf de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang om je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent: God is met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Na uitleg en verkondiging is er orgelspel en daarna zingen we lied 433, vers 1, 4 en 5. Kom tot ons, de wereld wacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, hier in de kerk en later achter de televisie of de computer of hoe u maar naar deze dienst luistert en kijkt. Van wie beneden ene? Wie weet is dat u wel eens gevraagd. Van wie ben jij er eentje? Wie zijn je ouders? Uit welk nest kom je? En Jezus was er eentje uit het geslacht, uit de familie van David. Zo lezen we in dat eerste hoofdstuk van Matthäus. Uit het geslacht, uit de familie van David. Wat voor familie was dat? Had hij goede voorouders? Ik moet denken aan wat mij een keer overkwam. Een keurige envelop op de deurmat van een of andere boekhandel in Zuid-Holland. Gericht aan de geachte heer Lijstra. Nou, dat klinkt wel aardig, vindt u niet? Het ging om een onderzoekspakket in 3 delen. Een boekje over genealogie, grappig. Maar wat nog leuker was, een stamboom. En met vette koeienletters stond daarbij: u wordt daar ook in vermeld.
En als klap op de vuurpijl een familiewapen. Dit wapen, nog mooier stond in de brief, is uitgevoerd op perkament. Doe maar, dat kan niet op. Op perkament nog wel. En voegden ze er in de brief aan toe, ingelijst is het een sieraad aan de wand. Nou, ik steeg in mijn eigen achting. Maar in de brief zaten addertjes onder het gras. Het bevat geen boekje met een beschrijving van mijn hele afkomst, maar het gaat om een onderzoekspakket. Dus ik mag het allemaal zelf doen. Ik mocht het allemaal zelf doen. En wat dat familiewapen betreft, ik heb eens even in de familie nagevraagd. En niemand kent bij ons een familiewapen. We hebben helemaal geen familiewapen. En daarom schrijven ze ook in die brief dat de afbeelding van dat familiewapen slechts als een benadering moet worden gezien. Ja, zo kan ik ook wel luchtbellen verkopen. En dat allemaal voor in totaal 30 euro. Ik heb het maar niet aangeschaft om teleurstelling te voorkomen. En toch, gek genoeg, houdt zo'n briefje een poosje bezig. Zouden zij meer weten over mijn voorouders dan ik weet? Zou er dan heel voornaam volk tussen zitten? Misschien wel een dominee? Nee, geintje. Zouden er interessante ontdekkingen in staan? Trouwens, ik vind het ook altijd intrigerende programma's op de televisie. Als mensen op zoek gaan naar hun afkomst. Wie is je vader? En wie is je moeder? Of wie weet heb je twee van elk? Waar kom je vandaan? Heel menselijk om je afkomst te willen weten. Ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Wat is jouw voorgeslacht? Wat is uw voorgeslacht? Hoe ziet je stamboom eruit? Wie zijn jouw biologische ouders? En hoe ben je geworden wie je nu bent? Hoe heb je misschien iets meegekregen van vorige generaties? Welke familietrekjes herken je in jezelf? Kortom, grasduinen in je afkomst kan best leuk zijn. Vanmorgen geeft Matthäus ons een kijkje achter de schermen. Een blik op de stamboom van Jezus. U moet dat thuis maar eens nalezen. Ik wilde u dat eerste gedeelte maar besparen. 42 keer A verwekt B, B verwekt C en C enzovoort. En laat me maar gelijk met de deur in huis vallen. Het valt bepaald niet mee. Een heel allegaartje bij elkaar. Schorrimorrie zit ertussen, zouden wij zeggen. Schorrimorrie van gor we gamor in het Hebreeuws. Gor we gamor, de os en de ezel. Een beestenboel. Een beestenboel zit er ook in het voorgeslacht van Jezus. Maar hoor ik iemand zeggen, hoe zit het dan bijvoorbeeld met David? Koning David, daar zit er toch ook koninklijk bloed in die lijn? Ja, maar de meeste koningen stelden aardig teleur. Denk maar aan die affaire die David had met Batsheba. Ook heel vreemd eigenlijk, zo'n stamboom. Of eigenlijk toch ook heel bijzonder. Blijkbaar draait het daar bij God niet om. Hoe belangrijk je bent of hoe koninklijk je bent. Blijkbaar tellen er bij God heel andere dingen. Of nog zoiets, de vrouwen die genoemd worden. Op zich al opvallend. Toentertijd was het heel ongebruikelijk. Je vermeldde alleen vaders en zonen. Zo was dat in die tijd, een echte mannenmaatschappij. En heel soms denk ik dat er in al die tijd niet zoveel veranderd is, jammer genoeg. Buiten Maria zijn er in die hele lijst 4 vrouwen die genoemd worden. 4 vrouwen die in hun tijd ook nog eens met de nek werden aangekeken. Tamar, Rahab, Rut en Batsheba. Nou, die verhalen moet u allemaal in de Bijbel maar eens nalezen. Ze werden met de nek aangekeken, ook al konden zij zelf niks doen aan de schande die hun is aangedaan. Het zijn geen Joodse vrouwen trouwens. Het zijn 4 vreemde vrouwen. Vreemdelingen, gastarbeiders. Tweederangs burgers, mensen uit een ver en vreemd land. Alles bij elkaar zou je kunnen zeggen,
eigenlijk een heel vreemd allegaatje, dat voorgeslacht van Jezus. Het stralende beeld dat je misschien wel van Jezus hebt, verbleekt zo bijna een beetje. Wat beweegt Jezus dan om die wat beweegt Matthäus dan om die geslachtslijst zo weer te geven? Had hij dat beter niet achterwege kunnen laten? Daar had toch geen haan naar gekraaid? Wat niet weet, dat niet deert. Maar nee, gelukkig werkt het zo niet in de Bijbel. Kijk ook maar naar Lucas, als je dat leest. Die laat ook helemaal niks achterwege. Hij vertelt over Gods zoon, geboren in een stal, tussen het schorrimorrie. Hij vertelt over herders, ruige kerels van het veld. Niks, geen koninklijke toestanden. Hij vertelt over vreemdelingen die Jezus komen opzoeken. En Matthäus, idem dito, hij maakt het verhaal niet mooier dan het is. Hij vertelt zonder blikken of blozen over het voorgeslacht van Jezus. En dan die machtig mooie naam in het verhaal van vandaag. Immanuel, God met ons. Ja, Warempel, God met ons, God met ieder van ons. God niet alleen met de koning en met de rijken, God niet alleen met de armen. Nee, God met ons, God voor iedereen. Wat een heerlijke, blijde boodschap. Of je man bent of vrouw, ziek of gezond, of je in je leven goed geboerd hebt of misschien wel heel veel verprutst hebt. Of je koninklijk bloed in je aderen hebt of dat je uit een ruige familie komt. In de Bijbel mag je horen, Immanuel, God met ons. God wil bij ons horen. Bij u, bij jou, bij mij. Mensen vragen wel eens, van wie ben je er eentje? Uit wat voor nest kom je? Nou, mocht u nog een onderzoekspakket willen aanschaffen, ik weet nog wel een boekhandel in Zuid-Holland. Voor 30 euro, nee, laat maar. Van wie ben je er een? Van wie ben je er eentje? Weet u wat het allerbelangrijkste is? Dat is die aloude boodschap uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 1, vers 23. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Dat is de blijde boodschap. Van wie je er ook eentje bent. Het allerbelangrijkste is dat je er eentje bent van God. Van God zelf. Dat heeft hij laten zien in Jezus. Toen hij naar ons toe kwam om mens onder de mensen te worden. Immanuel, God met ons. Jij, u bent er eentje van die God, door zijn Zoon Jezus Christus. Amen.
Zullen we met elkaar danken en bidden en dankgebed en voorbeden afsluiten met acclamatie 367e. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Laten we bidden. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we bij u mogen horen. Dat we ook een Vader in de hemel hebben. En dat wij uw kinderen mogen zijn. Wij danken u voor zoveel moois in deze wereld. Voor liefde tussen mensen. Vandaag noemen we de namen van Dick en Truus Groenewoud van Essen. 50 jaar lief en leed hebben zij gedeeld. En hopelijk was er heel veel lief en komt er nog veel meer lief. We hopen dat zij mogen leven met uw zegen. Dat u bij hen blijft op hun weg door het leven. Zo zijn we blij met blije, dankbare mensen. Maar ook delen we in het verdriet van mensen. We noemen de naam van Johanna Derkje Achterkamp Lievenstro. Zij is gestorven, maar in geloof zeggen we dat ze geborgen is bij haar hemelse vader. We bidden haar voor haar familie om kracht en troost. Voor deze wereld bidden we. Voor de mensen die achter het stuur zitten in deze coronapandemie. Om wijsheid bidden we. Je zult maar die verantwoordelijkheid dragen. Je zult maar moeten leven met bedreigingen. Je zult maar. Heer, zegen de mensen die het voor het zeggen hebben. Dat ze hun werk doen met liefde voor mensen. Voor de nieuwe regeringsploeg die eraan komt, bidden we u om zegen. Om zegen van boven, om uw zegen. Voor onszelf, voor alles wat er in ons leven speelt. Aan minder mooie, maar ook mooie dingen. Wees erbij. In Jezus' naam, zo zingen we biddend. En in stilte leggen we aan u voor wat hier niet hardop is gezegd. En al die woorden vatten we samen in het gebed dat we van Jezus geleerd hebben. Onze Vader die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Op mijn briefje staat: kinderen komen terug. Ze zijn nog niet terug. Nee, nee. Nou, dan zullen ze misschien bij de zegen terug zijn. Zullen wij gaan zingen ons slotlied? Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Ik vond het mooi, zo net in de consistorie werd ook gebeden. We zingen dan: nu daagt het in het oosten en het is nog heel donker om ons heen. En toch mogen we weten dat het licht de duisternis zal overwinnen als we weer het kerstfeest gaan vieren. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Vers 1, 2 en 4 van lied 444.
Kijk nou toch, wat een timing. Fijn dat jullie er weer zijn. Het is nog maar een heel kort stukje van de dienst. Maar dat kunnen jullie wel mooi meemaken. De zegen. En wie weet kunnen we nog wat horen van wat jullie gedaan hebben? Hoor ik zeker? Nou, wij hebben het tijdens ons adventsproject gehad over binnenste buiten. Misschien kunt u nog herinneren dat hier wel eens kleding hing. Koningskleding of de kleding van de herders. Vorige week hebben we positiekleding bekeken. Toen was ook de doopdienst. En vandaag hadden we ook wat. Jullie hebben je handen vol, hè? Ding kan het ophangen, maar het is zo klein. Wij hebben het alvast gehad over de babykleding. En dat die toch eigenlijk geeft die wel hoop, hè? Als dat kerstfeest eraan komt. Nou, we hoorden vanochtend in de kerk al mensen die er moedeloos van worden, alle nieuwe coronamaatregelen, de lockdown. Om die mensen die moed aan het verliezen zijn of misschien al verloren zijn, om die toch een beetje hoop te geven, zijn we heel druk bezig geweest. Wij hebben eens even het mooie van onze binnenkant laten zien door voor andere mensen kerststukjes te maken. Met wat licht erin. En die gaan ze uitdelen. Dat kan zijn aan gemeenteleden. Maar ook aan mensen die ze in hun omgeving kennen. Een eenzame buurman of buurvrouw. Of een opa of een oma. Dus daarvoor hebben wij vanochtend kerststukjes gemaakt. Volgens mij zijn er een paar van jullie die iemand in de kerk wel een stukje wilde geven. Of niet. Om even op te fleuren. Mogen jullie dat nu gaan doen? En anders mag je meenemen naar je plek. En dan neem je mee naar huis. Om daar uit te delen. Ja? Wat een prachtig idee om te bedenken dat jullie je kerststukjes... Ja. Dat jullie je kerststukjes vanmiddag naar iemand toe gaan brengen. Aan iemand gegeven om die blij te maken. Er staan trouwens meer kerststukjes in de kerk. Ik zie dat het 10:55 is, dus je hebt nog even tijd. Normaal duurt een dienst tot 11:00, dus je hebt tijd om nog even goed naar de kerststukjes te kijken die er staan. Die zijn bedoeld om te kopen. Niet van de kinderen, maar de grote kerststukjes die daar op de tafel staan. En de opbrengst is, zoals u misschien weet, voor het anker. En u kunt ook een formulier invullen voor oliebollen. Voor alles is gezorgd. Als we van hier gaan, mogen we gaan met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen. Amen.